Hallo allemaal, ik ben Wanda Boezekool, puzzelmeester bij HCS Company. En vandaag gaan we nu kijken naar de oplossing van onze paaspuzzel voor 2022. Heb je hem nog niet opgelost zelf? Incentermijn is nu helaas verstreken, dus hè, je kan niet de video kijken, de oplossing achterhalen en insturen. Incentermijn is verstreken. Wil je hem nog wel maken? Volg dan even het linkje en kijk de rest van de video pas als je hem opgelost hebt of vast komt te zitten. Dan ga ik nu kijken met... Hoe we de puzzel hadden kunnen oplossen. Dus ik ga naar een browser. Ik pak hier de paaspuzzel222 van hcscompany.com site. Het begint met zoek de aan, geheime aanwijzing op deze pagina. Nou, je kan de tekst gaan lezen, je kan de metadata van het plaatje gaan bekijken. Ik ga helemaal niks vinden. Wat ik doe, ik doe View Source, of in dit geval doe ik Inspect. En als ik dan ga kijken in het het gedeelte van mijn HTML, staat tussen de verschillende linkjes, staat naast de stylesheet en favicon, staat ook opeens een link met de relatie van stap 1, href sudoku.html. Dat is niet een standaard HTML uh, relatie die je kunt gebruiken. Dus als ik nu gewoon naar mijn adresbalk ga en ik typ hier achter de URL, dan doe ik sudoku.html. Dan komen we bij een prachtig sudoku geert uit. En je denkt van misschien zien we die rare witte en zwarte stipjes. Dat zijn de extra regels. Laten we even uitleggen. Ik zal het een klein beetje kleiner zetten, zodat je het net kan zien. De regels die we hebben, gewoon een sudoku regel. Dus elke rij en kolom moet de cijfers 1 tot 9 precies één keer hebben. Elk vakje van 3 bij 3 met de donkere rand omheen moet de cijfers van 1 tot 9 precies één keer hebben. Witte stipjes hebben een relatie van x en x plus 1. Dus die moeten één van elkaar afzetten. Zwarte stipjes hebben de twee vakjes een relatie van 1 staat op 2. Dus er kan bijvoorbeeld 1 en 2 zijn, of 3 en 6, 4 en 8. Maar we weten niet hoeom. Dan hebben we nog die kleine pijltjes met de cijfertjes erbij. Dat betekent dat op die diagonaal moet het totaal van alle hakjes, en we hebben ze al mooi rood voor je gekleurd als HCS-streepjes, op een bepaalde waarde moet uitkomen. Wat je dan moet doen is, als je hem hebben opgelost hebt, pak je de cijfers van de onderste regel en dat doe je als dat.html. Hier op de URL. Nou, nu kan je kan hem gewoon gaan printen, uitvoeren. Sommige mensen kunnen het misschien uit hun hoofd. Ik ga vals spelen. Ik heb hem hier. Heb ik hem op F-puzzel staan. En dan kan ik ga ook hem gaan proberen in te vullen. En het eerste wat ik zie is dat die 9-streep. Dat moeten wel allemaal minimale waarden zijn. Want als ik twee hokjes samen in één ding heb staan. Dus het laagste wat ik erin kan stoppen is 1 en 2. Dat is 3. Dus ik heb hier 1 en 2 en 1 en 2. Laat ik dat eraf wel inzetten als 3. Samen al 6, dus dan moeten deze 3 moeten wel allemaal 1 zijn. Dus dan weet ik al iets. Hetzelfde kan met maxima. Deze van 2, als ik die 8 en 9 maken samen, zit ik op 17 keer 2 is 34. Ga ik dan daar nog 27 bij zetten door deze en deze en deze 9 te maken, dan zit ik op mijn 61. Dus dat moet de maximum zijn kan ik nu die zwarte en die witte stipjes een beetje handig gaan gebruiken. Als dit een 1 zou zijn, dan zou dit een 2 moeten zijn, want dan hebben we hier niks meer voor. Dus dit is onze 2, ja, dan is dit een 1, en dan moet dit 4 zijn. Hetzelfde kan ik hier een beetje doen. Als dit een 1 zou zijn, zou dit een 2 moeten zijn. Ja, dan zal dit niks meer zijn, dus dit is een 2, dit is een 1, dit is een 4. Ja, 1 van 2 af is e 1 of 3. Nou, 1 hebben we al, dus dat is 3. Hetzelfde hier. Uh, een zwarte stip met een 8 of een 9. Nou, dat kan alleen maar een 8 zijn, want 9 met de relatie van 1 op 2 gaat niet mooi. Dus hier hebben we dan onze 9. Kunnen we hier gaan kijken. Als dit een 9 zou zijn, zou dit een 8 moeten zijn? Dat kan niet, dus dit is een 8. Dit is een 9. En dan moet dit een 7 zijn. En vanaf dit moment is het eigenlijk. Redelijke standaard Sudoku. Je kan die paar extra stipjes nog gebruiken. Die staan hem wat makkelijk te maken. Af en toe heb je nodig. Ja. Ga ik gewoon eventjes de computer een beetje het werk voor, voor hem laten doen. We hebben breken in gehad, het makkelijker. Jullie hebben geen zin om te kijken hoe ik hier 20, 50 minuten lang een Sudoku aan het oplossen ben. computer kan dit gewoon voor me oplossen. En eindigen we hier met 759-236-841. Gaan we terug naar deze. Pakken we de URL. Maak ervan 759 236 841.html en we komen uit bij een woordzoeker. En we zeggen: streep alle woorden af. Nou, letters die je overhoudt, mag je in de URL zetten en dan.html. Nou, dan kan ik bijvoorbeeld zien dat hier schuin van linksboven naar rechtsonder dating webhoek staat. Alle woorden die je tegen kan komen staan hier netjes onder. Nou, heb je ze allemaal afgestreept? Waarschijnlijk gewoon op papier gedaan of zo. Misschien heb je op je scherm lopen tekenen. Dan krijg je de magische oplossing van deze. En dat is kwarti-u op Dat is gewoon vlok, vlok, vlok over je toetsenbord heen. En dan komen we bij een Filipine. Ja. Gelijke lettertjes zijn gelijke cijfers. Dus als hier een 11 is, als dit een A zou zijn, dan zou deze hier bij 2 ook een A moeten zijn. Laten we op schrijven gaan kijken. Kill-15, dat is zich-term. Dus hier krijgen we een R. Dan krijgen we twee containers die parallel aan de main container draaien in een pot. Dat is een sidecar. Dan krijgen we een A. Drie, uitvinden van de Common Business Oriented Language, COBOL. Dat is Grace Hopper. Dus dan krijgen we hier een P. Vier, de puntje puntje -man -mand. Heel bekend boek natuurlijk, de Mythical man -mand. Dus het boek waarin staat: als je een, een project hebt en het is over tijd, en je gaat er meer mensen tegen aangooien, wordt het alleen maar later over tijd. Dat is middle Commandment. krijgen we hier dus ook nog een A. Dan krijgen we bij 5 Robert Martins, dat ook bekend als Uncle Bob. Dus dan krijgen we een N. 6 min k gebruikt. Customize met een K, maar dat levert ons hier een U op. En 7 Deze feature is na jaren discussie geïntroduceerd in Go 1.18. En dat zijn generics. Dus dan krijgen we hier een i. En dan hebben we van boven naar beneden. We hebben Rapanui. Ja. Ik weet nog niet of mensen het goed hebben ingestuurd. Want ik heb de inzending nog niet bekeken. Ik neem deze op voordat de inzendtermijn voorbij is. Ja. Maar de mooie verklaring voor Rapanui is... dat is de inheemse naam voor paaseiland. En dit was natuurlijk ook onze paaspuzzel. Dus, had jij de puzzel helemaal zelf opgelost? Gefeliciteerd! Zat je ergens vast... Ik hoop dat we je een stukje op weg hebben kunnen helpen. Voor de winnaar alvast hele gefeliciteerd met je toffe Lego-doos, gesponsord door Red Hat. Voor de andere mensen, als je hem goed had, er komt wat HCS-werk naar je toe. Had je hem niet goed, helaas, met kerst, waarschijnlijk weer een puzzel. En anders volgend jaar weer met Pasen. Dat was het voor deze keer. Tot ziens, onthou HCS Company. Ook voor al je leuke puzzels. En Tot ziens.